U kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. We hebben een wisselvallige periode voor de boeg, dat betekent dat we regelmatig neerslag zullen zien, maar er is ook tussendoor wel ruimte voor opklaringen. Laten we de satellietfoto bekijken en dan zien we dat er boven Nederland veel bewolking aanwezig was vandaag. Die bewolking trok oostwaarts, daarna klaarde het even op, maar er komt nieuwe bewolking aan. Die zien we ten westen van ons land liggen en daar zitten ook een paar stevige buien op en met die buien gaan we vanavond te maken krijgen. De buien vinden we met name in het zuiden en oosten van het land en daar zien we ook. Ook kans op onweer. Betekent dat het echt wel felle buien zijn. Niet alleen met de onweer, maar lokaal ook met flink wat regenwater. In de loop van de nacht wordt het op veel plaatsen droog. Alleen in de kustgebieden blijft wel een enkele bui mogelijk. Temperaturen gaan omlaag naar een graad of negen. En het klaart af en toe op. Morgenochtend in het westen van het land een paar buien. In de loop van de dag ook in het binnenland. Tussendoor ruimte voor de zon. Stevige zuidwestenwind daarbij. En temperaturen van 15 tot 17 graden. De lange termijn laat nog altijd wisselvallig weer zien. Met geregeld buien. Donderdag is er weinig ruimte voor de zon en is het echt nat. Vrijdag en zaterdag die buien met tussendoor wel ruimte voor de zon. In het algemeen liggen de temperaturen rond een graad of 15, maar donderdag in de regen uiteindelijk wel lagere temperaturen. De lange termijn laat nog steeds weinig verandering zien, met in eerste instantie 15 graden op de thermometers, misschien vanaf midden volgende week geleidelijk wat hogere temperaturen. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.